Ontwikkelingssamenwerkingen zijn van levensbelang, maar er zijn zoveel initiatieven dat je het met donateurs niet meer redt tegenwoordig. Ik ga praten met de Stichting Samenscholen over hun samenwerkingsproject in Nicaragua en hoe zij basisscholen bij een organisatie willen betrekken. Christel, je bent de oprichter van de stichting. Stichtingen hebben het over het algemeen niet makkelijk gehad. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie bestaansrecht houden? Nou, onze stichting die is vrij klein, relatief klein. Wij hebben dus niet echt kans op een subsidie. En subsidies sowieso zijn een beetje verdwenen de afgelopen zoveel jaar. Dus daarom zijn we ook met scholen in samenwerking aangegaan. En dat werkte heel erg goed, want wij gaan dan gastlessen geven. En we geven heel veel verschillende soorten workshops. En dan proberen we dan zoveel mogelijk voorlichting te geven aan de kinderen hier in Nederland. Zodat ze echt heel goed snappen waar ze mee bezig zijn. Want zij gaan er vervolgens een actie voor de stichting op touw zetten. Hendrik, je bent net terug van een project in Bum in Nicaragua. Wat heb je daar gedaan? We zijn met een groep Nederlanders naar Nicaragua gegaan. Mm-hmm. Naar het dorp Boom dus. En daar hebben wij een school gebouwd. Dat hebben we samen met de mensen daar gedaan. Mm-hmm. Dus alles samen, en dat is best wel bijzonder. Wat ook mooi is aan het project is dat al het geld dat hier wordt gedoneerd ook direct daarheen gaat. Dus elke saksement die komt terecht bij de school en is gedoneerd door een Nederlander hier. En hoe belangrijk is onderwijs? Ja, ik geloof dat onderwijs heel belangrijk is. Mm-hmm. Mensen zeggen wel vaker, de jeugd is de toekomst. Vooral in derde wereldlanden geldt het zo dat de jongeren kunnen het verschil maken. Ja. En onderwijs is de eerste stap daarbij. Dus de basis, een school, dat die er staat, dat is de eerste stap. En hoe kunnen wij nu bijdragen aan de ontwikkelingssamenwerking? Ja, voor ons is het eigenlijk vooral belangrijk dat wij een ingang vinden bij scholen in Nederland. Dus als er mensen zijn die zegt ik wil dat graag op mijn school, ja, daar zouden wij heel blij van worden. Nou, Christel, heel erg bedankt voor je tijd en informatie. En ben je thuis nou geïnteresseerd? Ga dan zeker even naar onze website.